En de rolluik gaat open. Leuk dat jullie meekijken bij deze nieuwe vlog op het kanaal van Nicknams. En we gaan naar Schlossberg, Vrijspark. Ja, vandaag in Duitsland. Nee, grapje, we gaan natuurlijk naar Museumpark Germany. Seizoensopening. Dus, ja, normaal ga ik met de seizoensopening altijd naar Slagharen. Dat is een traditie. Maar die traditie verbreek ik. Want Slagharen zit nog dicht en Moviepark ging wel open. Dus laten we even een leuke dag van maken. Dan ga ik even een beetje nieuwe dingen filmen, wat er allemaal nieuw is. De show gaan we natuurlijk kijken. Dus heel veel kijkplezier. Doe even een duimpje omhoog. Laat even een toffe reactie achter in de comments. Nou, dit is de plattegrond van het Moviepark. Nou, hier hebben we de Bandit. De Movie Park Express en een andere paar leuke attracties. De Stunt Show is vernieuwd dit jaar. Andere stunts doen ze. Nou, Star Trek, die is in onderhoud. Met de Arena 51 volgens mij. Dus die kunnen we niet doen vandaag. Nou, hier heb je Nicklands. De Excalibur. Dat is een ronde bootjes ding. Rapid River ook wel genoemd. En dit zijn ze ook aan het bouwen nog. Dat is een nieuwe gedeelte. Dus ja. Laten we even een leuke dag maken. En nu maar hopen dat ze de goede sleutel kunnen vinden. Om het rolluik te openen. Dus we staan nog steeds voor een dichte rolluik. Maar het is nog geen eens 10 uur. Dus ik zou net al wel met de sleutel lopen, dus het zal wel goed komen. En daar gaat de sleutel om. En de rolluik gaat open. En we zijn binnen. Een nieuw seizoen voor Avontuur. Dus laten we even de rest van de mascottes bekijken. Goedemorgen! Goedemorgen! Je kan met de mascottes op een foto. Goedemorgen. Dat is trouwens een extra vlog dat zou moeten doen. Een all-inclusive behandeling. Onbeperkt eten en drinken voor 26 euro. Dus niet 2 uur, maar gewoon een hele dag. Van 9 tot 5 in dit geval.
Dus zij zijn zo'n 5 uur open. Nou, hier zit het Subway. Daar kunnen we helaas niet onbeperkt eten. Maar we hebben wel een lekker bakje chocomel. En ik had een berlinerbol met Nutella erin. Dat is ook heel lekker. Dus zijn we klaar voor de eerste attractie. Nou, de eerste attractie zit erop. Garnelsing is het geworden. En dan gaan we even goed wakker worden. Dus we gaan naar Star Trek en Mission Enterprise. We mogen helaas geen onreis maken. Maar die moet je gewoon even opzoeken. Dus, hij gaat lekker. Daarna gaan we ook een showtje pakken of niet? Wat gaan we doen? Een showtje pakken. Tuurlijk. Dat is ook even nieuw, hè? Ja, hè? Oh, die zon. Even wennen, maar ook. We kaasten een beetje, dus ja. Even kijken hoe druk het zou zijn. Oeh, kijk die wachtrij. Oh, dat is normaal. Nou, 20 tot 25 minuten. Ja, oeh, wat leuk. Ja, start trek toe. Nou, dames en heren. We moeten weer in de jetskis. Nou, als je vandaag de dag naar Movie Park zou gaan, ik zou het echt ten strengste afraden. Ja, de ene naar de andere attractie krijgt storing, draait niet of is moet nog gebouwd worden. Precies. We staan hier nog bij de jetskis. Nou, storing. Wilden we net ingaan? Willen we in die boot daarachter? Ik weet niet dat je storing. Die. Storing. Nou, en hoe heet die? Zampela Disco. Ja. Disco. Ja, het is ook stuk. Over. Nou, zullen we naar de... We gaan even naar de sidekick. Ja, laten we die maar doen. Nou, de sidekick, je raadt het al, is ook gesloten. Dus, en die gaat vandaag ook niet die open. Die gaat ook morgen weer open. Ja. Nou, leuk mensen, Movie Park. Alleen maar voor de achtbaan kunnen gaan. Rob, hoe heet het, die houten achtbaan? Bandit. Ja, zullen we daar even in? Ik ben benieuwd of het ook zo bandit is dat je gewoon van alle kanten gaat vliegen en bijna eruit vliegt. Ja. En daarnaast, wat ook nog eens gesloten is, omdat ze de onderdelen niet hebben, is de Transformer. Oftewel, alle trailrides zijn vandaag. Ja, maar ik hoor de achtbaan wel rijden. Ja, maar de achtbaan noem ik geen trailride, hè. Nee, oké, maar daar kunnen we wel in. Nou, gelukkig is het pizza tentje wel open, hè. Daarom, echt gratis. Ja. Met de all-inclusive. Precies, bandje. Voor 26 euro, lekker stukje pizza. Nou, de Bandits deed het wel. Ja. Hij is minder pijnlijk dan vorig jaar, maar hij is nog steeds best wel plezier. We gaan nu naar de show. De stuntshow. Met de auto's en motoren en weet ik veel wat. Dan gaan we die even bekijken. Het is ten aanzien van vorig jaar een beetje aangepast met nieuwe stunts. Dus wel dezelfde stuntshow. De stunts die we bedoelen, excuus. Dus we gaan daar even naartoe en gaan we kijken wat we te zien krijgen. Nou, Studio 6 hebben we gevonden. Laten we naar binnen gaan. Dank u. Nou, je zou hier maar moeten zigzaggen voor een show, dan is het super druk. Nu hebben ze nog een autootje staan van een oudere show. Als een decoratie, dan kan je lekker ijs en drinken kopen en eten. En de tribune is daar veranderd. We hebben nu een andere kleur bankjes gekregen. Nou, we hebben een mooie plaats in de midden opgezocht. Kunnen we alles mooi op te zien. Het decor is een klein beetje aangepast. En dat is waar het duurt. Die zonne scheint. Schön. Ah, sehr gut. So liebe ich das. Dann wollen wir mal. Hallo und herzlich willkommen.
willkommen zu Das Chamäleon aus der Reihe Crazy Corps New York! Mijn YouTube-kanaal mag je de hele show willen zien. Doe ik bewust niet in de vlog. Dus ja, moet je toch in het echt hebben. Bekijken is leuker. En als je toch de show wil zien, bekijk even de aparte opname. Dus, hier en daar staat een paar leuke veranderingen. Nu de verhaallijn. Ja, hij is heel mooi geworden, vind ik. Dus we gaan nou even lekker in Excalibur. Het is een waterattractie, rapid driven. Het is lekker zonnig weer, 18 graden. Nou, dat in maart. Vorig jaar weet ik het nog. Was het hartstikke koud met paarsen in maart. Dus, Nou, wil je een waterattractie? Moet je hier vandaag ook niet zijn. Want bomenstammetjes, ben storing. Excalibur. Even inzoomen. Die zit ook dicht. En de Bermuda driehoek zit in onderhoud. En de scheepmolen, die zijn ze nog aan het repareren. Ja. Ik vind het eigenlijk best slecht om een park open te gooien die nog niet helemaal af is. Qua onderhoud en zo. Kijk, daar staat een kraan. Die hoog werken. Kunnen ze bij de dingen wat er normaal niet bij kunnen. Ja. Hier zijn ze dit gedeelte aan het bouwen. Hier achter zit. Dan heb je een soort van autootjes. En van alles en nog wat. Stoelplaats. Dat moet niet in mij af zijn. Eigenlijk, volgens mij. Maar dat gewoon de attracties die al gereed zijn, daar niet open zijn gaan. Nou, we gaan ons verdriet maar even weg eten. Door een lekker eitje met bubblegum. Wat voor jij is vernieuwd, hè? Heb ik al gezegd met wie ik samen ben? Nee, hè? We kunnen gewoon onbeperkt kunnen gewoon dit halen. Ja, een ijsje op, nieuwe halen. En ja, wie kent mij nou niet? Giovanni Willems natuurlijk. Ja, bekend van de? Hawaii Swing, ja. Van de Speel de Mail, van sommige video's van Ruben Koet, dag 2 of 3. Ik bedoelde eigenlijk wat anders. Oh, Kermis Oberhausen? Nee. Of van Garen? Nee, bekend van de vlogs van? Ruben, voor jou. Van Nickmans. Oh, van hem. Ja. Van hem, ja. Ja. Dat weten de mensen wel, dus we gaan even lekker genieten van ijsje. En dan komen we zo bij jullie terug.
de volgende attracties zijn Rapid River, Excalibur. Welke waterattractie met de isoleringsomstandigheden. We hopen dat we niet nat worden, of we niet zijn nat. Nadat we naar Excalibur zijn geweest, daar gaan we nu een parade kijken. Na die parade gaan we even een lekkere muntje halen. De Excalibur werkt er niet volledig goed, vond ik. Want er zijn allemaal televisieschermen die gingen te vroeg aan. Qua effecten deed ze ook niet. Dus we gaan eerst even de parade kijken die aankomt. Dan gaan we daarna een lekker muntje halen. Wat we daarna gaan doen, weet ik nog niet. Dat zien we vanzelf weer. We hebben hier een milkshake met een vers schapijs. Wat dan? Ah, de vloer. Dan met een ijs in een beker geschept, doen ze melk erbij. Extra melk, extra schapijs en krijg een milkshake. Dat kan je ook met dit bandje halen. Tenminste, die onderste, het vrijdag Movie Park, kantje. En zo ziet het eruit. En hoe bevalt het je? Best te drinken. Goed, maar hij is best te drinken. De Ghostrider is de volgende attractie. Is een wilde muis. We kennen hem van de kermis. Maar deze geen rijende gondels, maar wel wilde boksen. Nou, ik heb cola met Fanta gemixt. Nou, patatjes, champignons, schnitzel met mayonaise. En dat zit ook bij het alcoholisch eten, zeg maar, met zo'n bandje. Nou, wat heb jij? Nou, ik ben dus Anthony, ik ben 18 jaar oud. Ik heb heerlijke frietjes met champignons en ook nog kip. En er zit natuurlijk een sausje bij voor de frietjes en eventueel de kip. En verder heb ik nog een Sprite. En dat is allemaal gratis. Ik zit hier te genieten. Voor 26 euro, hè? Onbeperkt eten eigenlijk. Zeker. Als we weer zouden willen, kunnen we dit opeten dan nog een keer gaan. Zeker. Of een pizza puntje halen of zo. Kan allemaal. Ja. Is allemaal lekker. Gaan we eerst even lekker eten, hè? Smakelijk. Ja. Ja. Zo, we hebben een lekker ijsje gehaald nadat we heerlijk hebben gegeten. Ik heb een aardbeienkornetel gehaald. Jij hebt wel een cornetto met ik heb een cornetto met hazelnoot en die valt er meteen uit elkaar, zo te zien. Ja. Maar daarvoor is het ijsje ook gratis, hè? En nu gaan we naar de MP Express. Jij hebt een ijsje, hè? Ja. Dus, dan moet je een Express, ja? De MP Express. Ja, lekker ijsje opeten, dan gaan we daar naartoe. Nou, kijk eens wie we tegenkomen. Hi. Is je ook een ijsje? Is je ook een ijsje? Hij? Hij niet, ik wel. Jawel. Maar je kan zelf een lekker ijsje halen. Klopt, voor niks. Ja, voor niks. Gaat er zonder. Zeg je, hè? Wat haalt dat? Nou, dat is niet zo'n menu met patatjes. Ook al gratis? Ja, ook gratis. Oké, hoppa, ik ben zo terug. Nou, tot zo. Zo, Movie Park zit helaas alweer dicht. En daardoor komt ook een einde van mijn vlog.
Nou, ik heb een hele leuke dag gehad in Movie Park met een aantal leuke personen. Hoe de dag begon, niet zo goed. Want heel veel attracties waren gesloten. Maar sommige attracties gingen later weer open. Dus heb ik wel toch een leuke dag beleefd. Ik vond het stuntshow heel mooi geworden. Dus hierbij wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Even een duimpje omhoog. Laat even leuke comments achter in de reacties. En hopelijk heb ik jou kunnen overtuigen. Dan moet je een paar jumbo niet te gaan. Dus, bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog op het kanaal van Lukpans.